Hey, collega. Hey, leerling. Wat goed dat je kijkt. Jullie hebben waarschijnlijk wel gemerkt dat in de afgelopen weken, dagen, dat je geen toegang meer hebt tot deze website, deze hier zo boven. Eindexamensite.nl. Superhandige website, maar helaas heb je daar geen toegang meer tot. De reden daarvoor, die ga ik niet hier uitgebreid bespreken, is niet belangrijk. Het gaat er vooral om dat jullie daar weer toegang tot krijgen. Officieel heb je daar geen toegang voor, omdat er geen account meer is. Maar gelukkig is er een omweggetje en ik ga in deze video even laten zien hoe je die omweg moet nemen. Het eerste wat je gaat doen is in je browser een incognito browser venster openen. Dat betekent dat jouw browser, in dit geval bijvoorbeeld Google Chrome, geen cookies gebruikt. Geen gegevens gebruikt die je ooit hebt ingevoerd, waardoor je helemaal opnieuw begint. Hiermee zorg je ervoor dat de website Eindexamensite niet automatisch probeert in te loggen met je schoolaccount. Wat niet gaat, want dan krijg je die foutmelding. In dit geval, als je dus een nieuw venster opent, een nieuw incognito venster, en dat doe je met de sneltoets Ctrl, Shift, N. Ik zet hem er hier wel even rechts bij. Ctrl-Shift-N. Als je die intikt, dan krijg je een nieuw incognito venster. Als je daar bent, dan ga je dus weer naar de website eindexamensite.nl. Dan ben je dus op deze website. En vervolgens klik je op inloggen, aanmelden, zoals je normaal gesproken ook doet. Je krijgt hier de volgende keuze, namelijk inloggen met een schoolaccount of meer inlogopties. Nou, je gaat niet proberen in te loggen met je schoolaccount, want daar heb je geen toegang meer tot. Dus je zegt meer inlogopties. Klik op pijltje. Er staat hier login zonder schoolaccount. Dan kun je hier inloggen met een e-mailadres en een wachtwoord. In dit geval wil je een inlog gaan maken. Laat ik even opnieuw beginnen.